Sjojat. Aardige pas van Sjojat. Het is de 1-0 voorsprong voor AGOVV. Prachtig afgemaakt door Laghmouchi. 12e minuut. Dat is toch verrassend hier in Leeuwarden. Want Cambuur dient te winnen. Sjojat die alle tijd heeft om een prachtige paas af te geven op Laghmouchi. En die maakt dat heel fraai af in de verre hoek. Binnenkant paal, nul, kansloos. Een hoekschop van AGOVV en dan is het doelpunt van Laghmouchi in de 21ste minuut. En dus de vierbal passeert en zo wordt het makkelijk 0-2 voor AGOVV, halverwege de eerste helft. Voorzet dan van Laghmouchi en 0. Speelt in Bergen-Bos. Als Cairo ingooit, Hemme duwt, scheidsrechter ziet dat niet. En het eerste schot op doel van AGOVV, of door AGOVV, is van Soufiane Laghmouchi. Dit is Thomassen. Mee. Nu Luierink. Dat komt dan slecht uit als Laghmouchi de bal overneemt. Luierink wordt zo gepasseerd. Laghmouchi schuift. Thank you.
Reserveur slaat hem vrij op zich erover. Geeft de bal aan Laghmouchi. Door de benen van Flu. Opnieuw. Truut. En dat resulteert in de aansluitingstreffer. In het drukke strafschopgebied vindt Laghmouchi de kans om om te draaien en te shitten. AGOVV natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker. Yildirim met de voorzet en daar Laghmouchi. En daar is die gelijkmaker. 17 minuten voor tijd. Het staat 2-2 en zo.